Mensen in Gaza zijn in paniek. Alle inwoners in het noorden van het gebied moeten hun huis uit. Volgens Israël is dat voor hun eigen veiligheid. Ze willen in dat deel van Gaza namelijk een grote aanval gaan doen op strijders van de terreurgroep Hamas. En zegt het Israëlische leger, we willen niet dat onschuldige mensen daarbij slachtoffer worden. There are civilians here who are not our enemy and we do not want to target them. We are asking them to evacuate so that we will be able to continue to strike military targets belonging to Hamas in the Gaza Strip. Uit de lucht dwarrelen duizenden briefjes neer met de waarschuwing, ga weg, anders loop je gevaar. Inwoners van Gaza zijn bang en woedend op Israël. Het gaat dus om het Palestijnse gebied Gaza in het Midden-Oosten. Daar wonen meer dan 2 miljoen mensen op een klein stukje land. De groep Hamas is er de baas en die groep vecht al jaren regelmatig met het Israëlische leger. Er staat een groot hek om Gaza heen en Israël laat niemand het gebied in of uit omdat anders strijders van Hamas terreuraanslagen plegen in Israël, zegt het land. Mensen in Gaza noemen hun gebied ook wel de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Vorig weekend gebeurde waar Israël bang voor is. Strijders van Hamas braken door het hek heen en vielen Israël aan. Ze vermoorden veel mensen. Sindsdien neemt Israël wraak en bombarderen ze grote delen van Gaza. En ook daar vallen veel slachtoffers bij en de verwoesting is enorm. Ongeveer de helft van de bevolking in Gaza woont in het noorden van het gebied. Dat zijn ruim 1 miljoen mensen. Daar is ook de belangrijkste stad, Gazastad. En Israël wil nu dat alle mensen uit het noorden binnen 1 dag naar het zuiden vertrekken. Zoveel mensen in zo'n korte tijd laten verplaatsen, dat kan helemaal niet, zeggen hulporganisaties. Want dat wordt een ramp. Waar moeten die mensen slapen? Waar moeten ze eten, drinken? Niemand die het weet. En in Gaza is er daarom nu een chaos. Heel veel paniek. Mensen durven ook niet goed te vluchten, omdat ze bang zijn dat ook al vluchten ze naar het zuiden van de Gazastrook, dat ze ook dan misschien nog gebombardeerd worden. Dus veel mensen blijven nu in angst ook thuis en zijn bang dat het leger misschien wel gaat vechten met strijders van Hamas tussen de huizen waar ze in wonen. Bij de grens van Gaza verzamelt het Israëlische leger steeds meer tanks en militairen. Honderdduizenden mensen in Gaza proberen wanhopig om toch een veilige plek te vinden. Hamas?